Davy, hoe goed vond je het vandaag? Het was niet onze beste wedstrijd, laten we dat ophouden. Maar. Ja, toch 3-0, dus daar ben je tevreden mee, ja. En de tweede helft was beter. Peter, allereerst gefeliciteerd. Hoe goed vond je het vandaag? Nou, ik vond het met name de eerste helft erg slecht van onze kant. En dat zat hem in het feit dat we de druk bij Cambuur er niet op kregen. En dat zat hem ook in het feit dat we zelf niet aan het voetballen kwamen. Dat laatste vond ik met name de verdiensten van Cambuur, die dat erg goed deden. Aan de andere kant vind ik dat we ondertussen zo ver moeten zijn dat we ook daar de oplossing voor hebben. En die hadden we niet. We moesten tot aan de rust wachten om een aantal zaken om te zetten. Het voordeel was dat we door een individuele actie van Marco al met 1-0 voorstonden. Dus dat is natuurlijk wel lekker. Maar de tweede helft, toen we wel goed stonden, zag je dat het vanaf dat moment eigenlijk geen wedstrijd meer is geweest. Omdat we toen volledig de grip wel hadden. En de 2-0 maakte en eigenlijk al veel eerder de 3-0 hadden kunnen en moeten maken. Je zegt het was niet de beste wedstrijd. Wat ging er in de eerste helft niet goed genoeg dan? We waren niet veel genoeg. Ze konden gewoon opbouwen en dat is niet wat we wouden. We waren overal net te laat en daardoor konden zij nog aardig doorheen voetballen. Ja. Je zegt in de tweede helft was die grip er wel. Dat zal ongetwijfeld ermee te maken hebben dat je in de rust wat dingen hebt aangepast of wat dingen hebt verteld. Ja, nee, het was duidelijk dat we op een andere manier druk moesten gaan zetten. Omdat het op deze manier niet ging. En dat hebben we gedaan. Hè. We zijn Renato eerder door laten schuiven. Dave de half tussen, Atsu de half tussen. Marco niet in de laatste lijn laten komen, maar ervoor laten spelen. En dat betekende dat we die drukte wel volledig op kregen. En dan zie je dat zij dus niet meer aan het voetballen komen. En dat we die wedstrijd op die manier kunnen beslissen. Je zag ook in de tweede helft zag je ook weer een aantal mooie uitgespeelde aanvallen. Die in de eerste helft zag je dat niet. Nee, maar het een heeft met het ander te maken. Als je niet goed staat, dan werk je wel heel hard en loop je wel heel veel. Maar het leidt nergens toe. Want je verovert de bal niet en ook in balbezit kom je niet vrij. Terwijl als je wel goed staat, dan hoef je vaak minder te lopen. En kost het ook minder energie. En kom je dus wel tot onder andere die vloeiende aanvallen. De tweede helft wordt het 2-0 door Leerdam. Was het toen gespeeld? Ja, op zich hadden ze nog niet echt hele grote kansen gehad of zo. Ook de eerste helft niet, maar... het was niet onze beste wedstrijd, maar toch hebben we redelijk makkelijk gewonnen. Ja, goed, door die overwinning, uiteindelijk een knappe 3-0 overwinning, blijf je tussen kop lopen. En dan volgende week een spannende uitwedstrijd naar PSV, daar ben je nu nog niet mee bezig. Maar je hebt wel denk ik gehoord dat zij met 3-1 verloren hebben en dat het daar natuurlijk crisis is. Nou, heb ik nog niet gehoord, maar wat die uitslag ook was geweest, ik had liever een gelijkspel gehad. Maar dat interesseert mij allemaal niet zo heel veel. Het zal er weer om gaan hoe wij het daar gaan doen. En we moeten leren van de eerste helft. Het zijn allemaal leermomenten. En dat moeten we beter doen.